Yo mensen, mijn naam is Jan, ook al Raski genoemd. En vandaag voor jullie weer even een normaal commentaar. Het is geen live commentaar, het is ook geen livestream. Het is ook geen commentaar met een bepaald onderwerp. Ik ga gewoon even slap lullen zoals ik eigenlijk ook op YouTube ben begonnen. Want dat heb ik al heel lang niet gedaan. En ik had er best wel zin in. Ik heb niks voorbereid. Ik ga gewoon dingen uit mijn hoofd verzinnen. En dat vind ik het leukste om te doen. Zonder een onderwerp te verzinnen, zonder over na te denken wat je eigenlijk gaat zeggen. Gameplay op de achtergrond is een infected gameplay. Een infected MOAB gameplay met de type 95 en de Magnum Akimbo's, of hoe heet die wapens? Python Akimbo's. Volgens mij is het een Magnum Akimbo's, ik heb geen flauw idee meer. Maar het is een MOAB, het is mijn allereerste Infected MOAB volgens mij. Ik speel eigenlijk nooit Infected, ik vind het ook niet zo'n leuke game mode. Alleen om je aim een beetje te optimaliseren, is het echt een chille game mode. Want ik heb hier 3 weken lang geen Call of Duty meer gespeeld. Dus ik dacht, ik ga wel weer een beetje Call of Duty spelen. Maar natuurlijk moet ik eerst weer even goed leren aimen. Dus dat heb ik in Infected gedaan. Het was het tweede potje dat ik speelde na 3 weken tijd. En ik haalde dus meteen een MOAB. Maar ja, Infected MOAB, super makkelijk om te halen. En eigenlijk speel ik het ook nooit. Dus ik vind het ook niet heel erg leuk. Want als je bijvoorbeeld meteen aan het begin genijfd wordt. Of je wordt meteen aan het begin als eerste Infected. Dan is het echt gewoon een stomme game. Want dan ren je rond met je throwing knife. Dan ren je rond met je USP met attachable knife erop. En ja, dat vind ik niet echt leuk. Maar als je gewoon een beetje gaat rondrennen. Terwijl er echt gewoon 9 Infected mensen tegen je zitten. Dan vind ik het echt een leuke game mode om te spelen. Want je moet ook een beetje een tactiek verzinnen. Je moet een beetje op dezelfde plek blijven. Maar je moet bijvoorbeeld niet in de Burger Town gaan campen. Als je nu linksbovenop mijn map kijkt. Zie je echt, even tellen, 1, 2, 3, 4. Zie je ongeveer 10 mensen in de Burger Town zitten. Nou ja, dat is natuurlijk niet leuk. Ik ben hier de enige die hier boven staat. En dan is het wel leuk. Ik rende het rondjes om dit soort van doosje, muurtje heen. Ik weet niet waarom je daar een muur zou plaatsen midden in de map. Of midden in een winkelcentrum of wat het ook mag zijn. Want het is echt gewoon een domme plaats. Maar dan vind ik Infected wel leuk om te spelen. Ook gewoon met een paar vrienden erbij. Dan is het wel een leuke game mode. Maar voor de rest speel ik het eigenlijk nooit. Ik hou gewoon een beetje van wat vollere actie game modes. En niet een game mode waar je echt gewoon super makkelijk kills kan krijgen. Omdat de enemies alleen maar een throwing knife en een attachable knife hebben. Want dat is natuurlijk gewoon niet leuk. Maar ik wil even met jullie een paar dingetjes bespreken. Want ik ben van plan namelijk heel veel te gaan livestreamen. Maar niet alleen maar Call of Duty. Ik heb natuurlijk gisteren 2 uur lang gelivestreamd. Een paar uurtjes daarvoor heb ik nog 1,5 uur gelivestreamd. Die dag ervoor heb ik 3 kwartier gelivestreamd. Dus ik livestream echt super vaak op dit moment. En ik ben van plan ook een beetje wat andere spellen te gaan livestreamen. Dus ik ben van plan als eerste gewoon even Minecraft te gaan livestreamen op mijn computer. Dus gewoon, ik zou zeggen 4 uur achter elkaar of zo Minecraft livestreamen. Gewoon een nieuwe wereld beginnen en alles. Maar ik wil even weten of jullie dat wel willen zien. Of jullie wat andere spellen dan Call of Duty willen zien in de livestream. Dus als je dat even in de comments wil laten weten, typ het nu eventjes. Dan ben ik wel heel veel stil. Dan praat ik niet. Moet je nu even naar beneden scrollen. Zo, zoep. En dan ga je typen en dan ja of nee. Gewoon even ja Minecraft, geen Minecraft. Dat is het enige wat ik hoef te weten. Want als ik heel veel reacties krijg van ja, doe maar Minecraft. Dan ga ik gewoon vanavond van 1 uur of 9 tot 11 of zo livestreamen. Dan ga ik morgen misschien een paar uurtjes livestreamen. Want ik vind het wel leuk om Minecraft te spelen. Gewoon een leuk muziekje op de achtergrond. Een beetje gepraat, slap gelul van mij. Over wat leuke dingetjes. Vragen kan ik even van jullie beantwoorden. En Modern Warfare 3 blijf ik natuurlijk ook gewoon livestreamen. Modern Warfare 2 misschien, Black Ops misschien. Zoals Black Ops 2 uitkomt ga ik sowieso dat echt super veel spelen. Op dit moment vind ik Modern Warfare 3 niet meer zo heel leuk. Dus daarom probeer ik een beetje variatie in mijn video's te brengen. Zodat jullie toch wat meer video's kunnen zien. En niet alleen maar Modern Warfare 3. Want dat is natuurlijk niet meer leuk om alleen maar te zien. Zoals zodra Black Ops 2 uitkomt zal het wel echt gewoon 100% Black Ops 2 zijn de eerste maand. Maar daarna ga ik het ook weer een beetje afwisselen met wat spellen die dan ook uitkomen. Zoals Assassin's Creed, Far Cry 3, weet ik veel wat er allemaal uitkomt. En daarnaast wil ik nog even zeggen dat ik mijn setup video wil aankondigen. Want ik heb eventjes mijn camera een beetje verbouwd. Mijn computer staat. Hij staat hier naast me. Beeldschermen zijn aangesloten. Alles is aangesloten. Dus ik wil nu even een aankondiging doen dat ik morgen de setup video ga uploaden. Want het komt heel vaak niet in de subbox terecht. Dus dan is het weer allemaal bullshit. En dan wordt hij misschien 400 keer bekeken. Terwijl het echt gewoon volgens mij wel een leuke setup is. Een mooie setup is. Dus ik wil hem nu alvast aankondigen. Dus check morgen rond 1 uur of wat zal het zijn, 12, 2 uur in de middag of zo. Mijn kanaal, dan zal ik hem wel uploaden. Ik denk dat ik gewoon om 12 uur upload. Het zal wel een mooie tijd zijn. En als hij dan in de subbox komt, dan weet je nu in ieder geval wel dat hij gewoon is geüpload. Maar jongens, geef deze video een duimpje omhoog. Hier maak ik de throwing knife kill. Mooie final kill. Ik heb hem recht is een pisvlek. Geef deze video een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Laat de reactie achter. Zeg ik altijd standaard aan het einde van mijn video's. Als je het niet wilt doen, maakt het me ook niet uit. Maar duimpjes omhoog helpt me echt enorm met groeien. Komen ze natuurlijk op die homepagina te staan. De nieuwe YouTube. Bla 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 bla. Jongens, ik ga jullie morgen weer zien. Later gasten.